heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo spaced out als ik. Maar hoe ben je het? Hoe ben je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je ouder? Dan de mijne. En toch hier blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder. Die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen. Wat doe je maar. Jouw moeder. Ik moest aanhoren met haar achterlijk gezeik over de studie van je broer door lul. En dat je pa zo'n succesvol zakenman was. Met andere woorden, wat ben jij een boer? Maar ben ik daarom te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Kijk uit, je bent het niet gewend om te vreten van de straat. Als je lichamelijk maar niet zo erg belangrijk vindt, want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, dan hey, kom nog eens weer en anders dan sodemiet je maar op. Want het is echt niet. Niets om je geef, maar zo duw je je hoofd in een strop en ben je.